Iedereen kent het wel, die oude vergeelde fotoboeken vol leuke en sfeervolle kiekjes. Tegenwoordig worden fotoboeken steeds vaker digitaal gemaakt en gekocht. En daar wil ik natuurlijk meer van weten en daarom ga ik praten met Vijg Radio van Pixum. Ja, ik blijf dit toch altijd leuk vinden hoor. Maar goed, Vijg, vertel eens, wat betekent fotografie voor jou? Fotografie voor mij is zoveel meer dan alleen maar even die ene foto gemaakt te hebben. Fotografie, een foto kan je meenemen, mee terugnemen naar dat ene moment waarop je die foto gemaakt hebt, kan je mee terugnemen naar die herinnering. Vroeger werden foto's in fotoboeken geplakt, maar dat is tegenwoordig wel anders. Je kan natuurlijk vandaag ook nog steeds je foto's, je digitale foto's ontwikkelen en bestellen, uitknippen en in een album plakken. Dat is ook erg leuk, maar het kost heel erg veel tijd. En met je digitale foto's kun je tegenwoordig ook heel gemakkelijk een fotoboek op je computer of op je tablet samenstellen. En wordt heel professioneel geproduceerd. Hè. Je krijgt dan echt een boek, een soort beeldband thuis met jouw foto's erin en het ziet er echt heel strak uit. En is er nog meer veranderd in de fotografie in de afgelopen jaren? In principe kun je als particulier je eigen foto ook zo als wanddecoratie bestellen en ontwerpen en zo aan je eigen muur hangen. En hoe wordt er dan op die veranderingen ingespeeld? Je hebt verschillende software, maar ook verschillende apps. Je hebt eigenlijk voor bijna ieder product wel een app waarmee je je product kunt ontwerpen. Bijvoorbeeld voor wanddecoratie. Als je daaraan denkt, je kunt tegenwoordig de wanddecoratie in principe al zien thuis voordat je hem besteld hebt, thuis aan je eigen muur. Dat klinkt eigenlijk wel erg handig. Hoe werkt het precies? Door middel van een QR-code en een app, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dus kom even mee, dan laat ik het je even zien. Graag, leuk. Nou, het is dus op zich heel eenvoudig. Je hangt deze QR-code aan de wand. Mm-hmm. Die laat je je toesturen vanuit een app. En dan hang je hem daar waar je je wanddecoratie plant op te hangen. Mm-hmm. En dan pak je je tablet of telefoon en dan scan je hem. Ja. En dan zie je hem zo in je woonkamer op je tablet verschijnen en dan kun je kijken of de kleur past, of het formaat past en of het er een beetje leuk uitziet. Ja. Maar dat is wel heel gaaf, want je krijgt gewoon een heel goed idee hoe jouw afbeelding dan uiteindelijk aan je wand is. Ja, dat is de bedoeling. Wat gaaf. We sluiten altijd af met een tip, dus heb je er nog één voor ons? Jazeker, met de feestdagen die nu op ons afkomen, denk eens aan een creatief en origineel cadeau. Maak een fotoboek voor je ouders. Misschien met foto's van de kleinkinderen. Mm-hmm. Of foto's van jullie laatste gezamenlijke vakantie. Genoeg dingen om mee aan de slag te gaan. En dat ga ik ook zeker doen thuis. Hartstikke leuk.